We zijn net gearriveerd in Zwitserland, in ons appartement in Lauterbrunnen. Dus na de inkomhal kom je in de slaapkamer. Die zicht heeft op de waterval, maar ik heb de rolluik nog niet open gedaan. Dus hier heb je een kast met wat boeken en enkele dvd's. Niet te maken met de streek. Hier heb je bijvoorbeeld een film met Clint Eastwood, The Eiger Sanction. En we gaan de Eiger Trail doen. Ook morgen normaal gezien. Dus hier heb je de badkamer, dubbele lavabo. Daar zit Jessica. Hier heb je de keuken. We zijn net boodschappen gaan doen. En we hebben raclette gekocht, de eerste keer dat we dat gaan doen, met een stokbrood. We gaan zien, Teddy is ook mee. Na de vorige reis dat hij niet mee is geweest, is die terug. Ja. Is die back. En dat is een bluetooth speaker, tv, zetels. En het belangrijkste aan het appartement is de view. Dus dat is eigenlijk wat je ziet als je naar buiten kijkt. Ik ben niet zeker, maar ik denk dat het een Rothschildberg is. Maar dat ga ik later bevestigen. Het uitzicht vanaf ons terras. En de berg is achter de wolken nu, maar dat was daarnet volledig zichtbaar. Dus dat is de trein die wij nu gaan nemen naar Kleine Scheidig. Daar zit Jessica. Het zit wel al goed vol. Niet verwacht zo zondagochtend vroeg. Het is een oud treintje. Van die richting uit. Richting de sneeuw. We zijn nu gearriveerd aan de Jungfraujoch met de trein, zoals altijd in Zwitserland. Het is wel redelijk druk. We zijn hier nu op 3454 meter. Follow the people. We zijn hier nog niet ver van wat we daarnet waren. Veel stops om foto's te nemen.
Daar staat een helikopter. Dus we zijn gestart met de Eiger Trail. We zijn een kleine omweg doen door werken. Het is bijna een wandeling die bijna de hele tijd afdaalt. In het begin gaan we normaal wel een klimmetje hebben, maar voor de rest van de tijd daalt die vooral. Nog bezig aan de Eiger Trail. Hey, we zijn nog niet zo lang bezig. Just een klimmetje gedaan. Even rusten. Jessica is ook even aan het rusten. Dus Jessica is al begonnen aan de rode klim. Je ziet een heel stil stuk hinder. Dat doen we onder de Eiger Berg, waar er normaal op geklommen wordt. Maar niet vandaag. Niet vandaag. Nog steeds de Eiger Trail. Lunchplek. En zo is hier de Eiger Noordwand, waar dat we nu zijn. En die wordt dan beklommen. Dus ja, het stadje Leuterbrunnen, waar dat we nu op weg zijn naar ons appartement. We hebben een beetje wat boodschappen gedaan. Het is nu nog een kilometer stappen naar ons appartement. Na een lange dag. Maar morgen wordt nog langer. Tot dan.